Oké. Welkom iedereen bij CMS. Ik ben Pieter en ik zal vandaag een van uw gidsen zijn. Weliswaar van hierboven, want ja, we gaan Haifa hebben die naar beneden gaat samen met Noemi en die gaan ons beneden alles laten zien. Maar ik blijf boven en ik probeer jullie een beetje uit te leggen wat CMS is en wat we allemaal gaan zien. Dus jullie hebben al een introductie gekregen tot CMS. En ik zou jullie gewoon zo'n beetje een idee willen geven. Zo, CMS is een van de grootste experimenten aan de Large Hadron Collider. Zo, een van de twee general purpose experiments, zoals wij dat noemen. Dus waar je min of meer allerlei soorten fysica proberen te zien. En dus CMS zie je hier op de top, hier op boven rechts. Dus dat is de compact muon solenoid. Dus we zijn compact, want we zijn ongeveer een factor 8 kleiner dan ATLAS, wat het andere general purpose experiment is. We hebben heel veel muonenkamers, wat al het gele is eigenlijk op die tekening hier. Het geel en het rode. Allee, het geel is het metaal waarschijnlijk. Ik ben deze tekening niet gewoon. Dus het is rode in dit geval, waar de muonenkamers zijn. En dan de solenoid is onze magneet, onze hele grote magneet, die 3,6 Tesla is en die 7 meter diameter is. Dus we hebben echt deze reusachtige detector. En dus, oké. Ja, hier kun je nog zo'n beetje zien. Hier kun je verschillende lagen eigenlijk zien. Dus in de LHC botsen we dus protonen op elkaar en dan proberen we te zien wat er is gebeurd. Dus we kijken eerst naar, oké, waar zien we de sporen uitkomen van die deeltjes, de geladen deeltjes, hoe zien we die bewegen? Dan meten we de energie van al die deeltjes. We hebben de magneet om te zorgen dat ze afgebogen zijn, zodat we een echt momentum kunnen meten. En dan zie je de muonenkamers in grijs en het metaal in rood in dit geval. En dus het metaal is gewoon om de veldlijnen af te sluiten, zodat je, weet je, we niet overal magneetveld gaan hebben. Maar ik stel voor dat we nu zo gewoon, dit was gewoon om zo'n ideetje te geven. En misschien kunnen we nu beginnen een beetje rond te lopen. We just go around the control room? Or? Yeah, sure. Okay. So, we gaan jullie eerst zo een beetje de controlekamer laten zien. Om een idee te krijgen. Dus dat is ook waar wij op dit moment eigenlijk zitten. Dus dit is het hart van het experiment als we nu data aan het nemen zijn. En oké, daar kan je dus de verschillende controlepanelen zien. En bijvoorbeeld aan die kant heb je meestal iemand die zit voor eigenlijk de veiligheid van het experiment. Dus die houdt in de gaten dat er geen problemen zijn met de spanning, dat er geen problemen zijn met de vochtigheidsgraad of niks dan ook. Dus die proberen daar eigenlijk zo te zorgen dat alles eigenlijk veilig blijft van de detector. En als er ergens een probleem is, dan contacteren ze de experts van de verschillende onderdelen. Hier zie je waar wij nu zitten. Dus je hebt dan normaal gezien een deel waar dat iemand zit die shift leader is, die verantwoordelijk is voor de hele shift. Je hebt iemand die zorgt dat er data wordt genomen. En je hebt dan ook iemand die eigenlijk zorgt dat de trigger werkt. De trigger is het systeem wat zorgt dat wij eigenlijk heel weinig een fractie van de data maar opslaan van eigenlijk alle data die er is. En dat moet op elk moment verzorgd worden. Wat je nu ziet zijn eigenlijk... Pieter, we hebben een vraag. Ja? Is het mogelijk om enkel het beeld te laten zien van de camera, dat we jou niet zien? Want op dit moment zien we maar de helft van het beeld. Okay. En daardoor kunnen we de dingen niet zo goed zien. Zoltan, I asked Pieter if it's possible to turn off his camera. So, at least for now, so that we can actually maximize, exactly. Okay. Wonderful, thank you. Sorry. Okay, sorry. No worries, it works. Ja, oké. Dus waar we nu zitten zijn eigenlijk de verschillende onderdelen waar dus de experts van de verschillende lagen van de detector zitten. Dus er zit iemand die verantwoordelijk is voor de sporenkamer, iemand die echt alles weet van de muonenkamers en al die verschillende onderdelen. En dus die experts zitten dan aan deze kant en zorgen dan dat alle problemen opgelost raken als er iets is. Of als er iets niet standaard moet gedaan worden, zijn die ook natuurlijk verantwoordelijk. Anders, ja, zijn het alleen maar de mensen aan deze kant die er eigenlijk moeten zijn, want dat is bij standaard dataneming zitten we eigenlijk alleen maar hier. Ja. Oh yes. Nu gaan ze eigenlijk rustig doorgaan naar de lift. En naar beneden. Go down or we go to the experimental area? I think you can go down. Yeah, let's go down first and then if we still have time. Ja, dus nu ga je zien dat we stiltjes naar beneden gaan beginnen te wandelen. Dus eerst
I think I will give back your picture again, yeah. Because we are going to lose them. Okay. Ja, nu gaan we hen zelfs verliezen, want nu gaan ze dus door die deur. Hier zie je dan nog een foto van CMS met een hele hoop van onze medewerkers. En eigenlijk met de vrouwelijke medewerkers hebben we de naam van het experiment geschreven. Dus CMS wordt geschreven met alle vrouwelijke medewerkers. Dit was gedaan voor een van de International Women's Days. En ja, dus nu gaan... onze twee gidsen die naar beneden gaan, ja, hun iris laten scannen om dus echt naar beneden te geraken. Ja. Want om veiligheidsredenen is het niet voldoende om alleen maar te scannen met de chip te doen, maar je moet ook echt je iris correct scannen. Dus je zal zien, nu gaan ze door die veiligheidspoort. Dit is niet gemakkelijk met een camera. Je probeert in het oog te kijken. The angels and demons. Ja, er wordt altijd gezegd dat je hebt zo de film van Angels and Demons en dit is eigenlijk ongeveer het enige wat correct is in die hele film is het feit dat we iris scanners hebben, anders is het merendeel ja, niet hetzelfde. En oké, nu gaan we dus naar ja, naar beneden gaan, dus nu gaan we stilaan naar de lift gaan, dus je zal zelfs het ja, het netwerk eigenlijk verliezen als we echt de lift binnengaan. Onze lift is ongeveer een honderdtal meter ondergronds dat we moeten gaan. En eigenlijk is... en dus dat is een vrij grote lift. We hebben hier al met ongeveer een veertigtal mensen in gezeten tijdens de open deurdagen. Dat is de enige periode waarin dat echt volledige capaciteit wordt gebruikt. Maar ja... En de lift is eigenlijk hier vrij speciaal in de zin dat, weet je, normaal gezien als je ergens een brandrisico hebt of zo ergens iets, heb je altijd dat je moet de trap nemen om naar boven te geraken. In CMS is dat niet het geval. Hier moet je de lift nemen, want de lift zit eigenlijk in een koker met overdruk om te zorgen dat het vuur er nooit binnen kan en dat ook bijvoorbeeld gevaarlijke gassen en zo er nooit binnen kunnen. En dus bij gevolg hebben we echt wel... moet je eigenlijk altijd de lift nemen om zeker te zijn dat je veilig bent. Oké, we lost them. Ja. That's normal. Ja, nu zijn we hen dus kwijt voor een paar minuten. Want nu zitten zij dus in de lift naar beneden. Dus je merkt echt wel als je de lift neemt dat je behoorlijk diep gaat. Soms voel je zelfs aan je oren dat ze een beetje dat je het drukverschil echt merkt en zo. De reden waarom ja, dat we zo dicht diep liggen en zo heeft allemaal te maken met de verschillende grondlagen en alles en het water en zo. Om dus alles te optimiseren hebben we gezorgd dat de LHG eigenlijk op die diepte ligt. En, er is een vraag al, ja. Pieter. Dus als je die kunnen we misschien nu wel beantwoorden. Tuurlijk, dat is toch het beste, ja. Oké, dus tijdens het experiment zijn er dan ook mensen beneden bij de detector aanwezig of is dat gevaarlijk? Dus we hebben twee onderdelen, wat je ook zal zien. Je hebt één kamer met elektronica en we hebben één kamer met de eigenlijke detector. En dus de elektronica-kamer, daar mag je altijd binnen en daar kunnen we altijd zaken gaan doen. Maar de eigenlijke detector-kamer gaat dus niet... Ah ja, hier kan je het zien. Oké, dus als je hier kijkt naar het scherm... Dan zie je de PX56 is waar dat de eigenlijke detector staat. En waar hier PM54 en zo staat, dat is waar dat de elektronica zit. En dus we mogen eigenlijk altijd naar de elektronica gaan, want daar zit je nog altijd veilig. Je zal straks ook zien dat tussen de elektronica en de andere zaal is een grote betonnen muur, waar je zo helemaal rond gaat om dan binnen te geraken. Ja. En als je dan in de andere zaal terechtkomt, daar mag je natuurlijk niet binnen, want daar is het echt wel gevaarlijk. En dus je zal ook zien dat we hier een extra veiligheidsdeur nog hebben om te zorgen dat mensen niet binnen kunnen op dat moment. En op het moment dat we eigenlijk kort bij operatie zijn, zal je ook zien dat we eigenlijk in die veiligheidsdeur ook een fysieke sleutel hebben om mee te nemen, zodat ze eigenlijk nooit te versneld kunnen aanzetten terwijl jij beneden bent. Want dat zou echt ja, levensgevaarlijk zijn. We are waiting for... Ja, ze zijn nog altijd niet terug. Dus tijd voor nog meer vragen, mensen. Ja. Nee, maar dat iedereen nu aan het typen is. Hey Pieter, hoe ben jij op CERN terechtgekomen?
Ik zelf als zomerstudent, vele, vele jaren geleden. En dan heb ik daarna besloten van mijn masterthesis hier ook te doen. Als een technical student van een ander programma is van CERN. En dan heb ik daarna een doctoraat gedaan en ben ik hier blijven rondhangen. Er zijn twee vragen over vitaligheid. Ja, zijn er desondanks al deze maatregelen al ongelukken geweest? Hangt er vanaf welke... Ja, wat je bedoelt met ongelukken. Er zijn nog altijd geen grote ongelukken gebeurd, maar er zijn natuurlijk wel kleine zaken gebeurd, zoals iemand die gestruikeld is, die in een gat is gevallen in de vloer gedeeltelijk of zo, of ergens een deel van de bescherming die naar beneden is gevallen. Zulke zaken zijn er gebeurd, maar sinds de operatie, zover als ik weet, is er geen echt heel groot probleem geweest. Tijdens de constructie is er wel, geloof ik, één persoon in een van de experimenten gestorven nadat er ergens een probleem was met een voorheftruck. Maar dat was ook meer een bouwkundig ongeluk dan een eigenlijk dan iets te doen met het eigenlijke experiment. Waarom is er safety tape op de grond geplakt hier? Ja, ik denk dat dat op dit moment te maken heeft met... COVID-regels en zo. Dat dit gewoon is om de afstand eigenlijk aan te duiden. Dus dit heeft allemaal daarmee te maken. Dit is niet altijd het geval. Dit is nu een tijdelijke oplossing. Waarom is het gevaarlijk om bij de detector aanwezig te zijn? Er is behoorlijk wat straling eigenlijk als je kort bij de detector terecht gaat. Dus als je daar terechtkomt, echt terwijl het de versneller aanstaat, is de straling veel te hoog dat het eigenlijk gevaarlijk zou zijn voor mensen. Als de versneller afslaat, is het zelfs nog gevaarlijk voor mensen die pacemakers en zo hebben, omdat er een heel sterk magnetisch veld is. Maar normaal gezien, als je bij de detector zit, dan is het gewoon de hoeveelheid straling die je echt hebt. The mobile team is trying to connect. Yeah. Okay. I don't know why it is longer than usual, but we still have a lot of questions. Ja, we hebben veel vragen. Met hoeveel zijn jullie types aanwezig in de controlekamer? Met hoeveel zijn we hier types? Wacht, we hebben normaal gezien één shift leader, één veiligheidspersoon, één input quality. Ongeveer 5-6 mensen zijn minstens hier altijd, als we echt data aan het nemen zijn. Dus dat is min of meer het normale aantal. Door de dag zal er altijd wel een deel experts ook hier zijn, dus zijn we er altijd wel een tiental of een vijftiental hier. Maar 's nachts zal je ongeveer 5 mensen hier hebben. Ja, ik zie ze. Ja, ze zijn terug. Wow. Oké, dan gaan we straks terug verder met vragen. Oké, dus laten we kijken waar we nu zitten. Wow. Ik hoor haar. Ja, oké. Ik zal verder vertellen. Dus nu zitten we hier eigenlijk echt in de elektronica-kamer. En dus hier heb je al de elektronica die gebruikt wordt voor het experiment. Het grote deel van de elektronica. Dus wat voor systemen hebben we hier? Hier heb je zaken zoals... uitlees-elektronica, gewoon om de data uit te lezen en zelfs de data te verminderen al. Omdat je hebt niet alle informatie nodig van elk kanaal wat je kan uitlezen. Soms is het genoeg om te zeggen van, oké, we weten dat hier in de detector een deeltje is gevlogen. En dan kan je een hele hoop minder informatie verder weer bovengrond sturen. Want alle informatie die hier verzameld wordt, wordt dan daarna naar de bovengrond gestuurd. Je zal ook zien dat je af en toe zo die oranje strepen hebt. Dat zijn meestal onze veiligheidssystemen. En de oranje strepen duiden aan dat deze op batterijbackup zitten. Dat je dus op het moment dat de stroom zou uitvallen, dat die nog altijd aanstaan. En dat is dus ook echt om te zorgen dat... Wel, je wil nooit dat je veiligheidssystemen kapot zijn. Dus je zou echt wel heel graag willen dat die altijd aanstaan. Dus bij gevolg hebben we die batterijen backup. En dit is ook de gemakkelijkste manier om ze te herkennen. Andere elektronica die we hier hebben zijn enkele spanningsbronnen, of ook bijvoorbeeld, ik heb straks al iets gezegd van het feit dat, we hebben dus, ik zal het een ietsje meer uitleggen, we hebben dus ongeveer 40 miljoen botsingen per seconde, en we kunnen er iets rond de 1000 al opslaan.
op disk. En dus, ja, we moeten tot dat aantal gekomen. En dus wat we eerst hebben, is hier eigenlijk heel snelle elektronica die in een paar microseconden eigenlijk een beslissing neemt of iets interessant eruit zit of niet. Bijvoorbeeld iets wat heel... altijd een heel mooi signaal is in onze detector, is een muon, omdat dat bijna door de hele detector gaat. Dus als we bijvoorbeeld op twee plaatsen een muon hebben in de detector, dan zie je echt een heel mooi signaal. I have a technical comment. Yeah? If you have any spot where you want to send the camera, just let I funnel in English. Mm-hmm. Oké. Okay. Yeah. Sorry. Nee, nee. Dus oké. Okay. Dus dan heb je zo de elektronica die slim zegt, snel beslist van we kunnen dit doen. Dan wordt het naar hierboven gestuurd waar we hier een computer farm hebben die dan een beetje meer tijd heeft in een paar duizendste van een seconde om weer een beslissing te nemen. En in het eerste niveau gaan we van die 40 miljoen naar 100.000 en dan hier gaan we van 100.000 naar 1000. En dus ja, waar ik ook zit op dit moment is eigenlijk de plaats waar de persoon zit die daarvoor verantwoordelijk is. En dit is een deel van de elektronica die daar eigenlijk voor gebruikt wordt, wat we nu op dit moment zien. En zo nu zien we een paar van de spanningsbronnen die ook eigenlijk daar zitten voor de hoogspanning en zo, voor de detector. Yeah, I think we can walk on. I'm pretty sure it exists, but Freya, if you know anything about a Belgian thing that is created by any Belgian institute, just let us know and we send the camera there. Yeah. Ah, yeah, but most of the Belgian things are in the tracker. Yeah. Yeah. Okay, but... Well, we will not send the camera on the 20-ton platform today. I'm afraid that's not permitted. There are some RPCs and gems, right? Which have there are some gems. We can take a look at the gems. So the gems exactly. would be nice. We are just very close to the gems. So if you go back to Rex, Haifa, the gem high voltage. Yeah, exactly. These are the gem high voltage. Okay, I didn't know actually. Ik werk zelf voor de gems op dit moment en ik wist eigenlijk niet waar de high voltage stond. Dus dat gebeurt allemaal. Wel, zeker op dit moment is het probleem een beetje dat we alleen maar op CERN mogen binnenkomen als er een bepaalde reden is. En dus zien we niet altijd alles. De gems zijn een soort muondetectoren. Dus dat zijn gas electron multipliers. En dus dat bestaat uit zo verschillende lagen waar je een soort hoogspanning over zet en dat er dan een avalanche eigenlijk gecreëerd wordt. En dus dat de muonen een heel mooi signaal geven als ze erdoor komen. Mm. En dus dit is een nieuw systeem wat performanter is dan de oude systemen, waar nu op dit moment eigenlijk geïnstalleerd wordt in deze lange shutdown dat we op dit moment hebben. Althans een deel van het systeem. Ik werk op het deel wat nog niet geïnstalleerd wordt op dit moment, maar er wordt wel al een deel nieuwe zaken geïnstalleerd op dit moment. En dit zijn bijvoorbeeld de hoogspanningskabels, high voltage board. En dan verder. Alright, thank you. Ik ga het nummer niet uittellen. Oké, nu gaan we dus rustig naar beneden wandelen, naar de detector stilaan. I think you can continue. Yeah, you can continue if you want. Yeah. En dus hier wandelen we de trap naar beneden en dan komen we voorbij eigenlijk het hier rode kast. Die rode kast eigenlijk heeft de zuurstofmaskers. Dus wij moeten uit veiligheid ons leren eigenlijk hoe dat we zuurstofmaskers zouden aandoen. Hier, als je hier rechtdoor zou gaan, kom je eigenlijk aan de versneller uit, een dertigtal meter. Dus zelfs wij mogen dat meestal niet doen. Dus dat mag maar af en toe. Ja, hier staat het bij Studie LHC. Maar dus, dit mag maar een aantal mensen eigenlijk doen. Ik ben er een paar keer geweest, maar als een bezoeker, nooit als een werknemer. En dus zo zou de versneller er dan uitzien met verschillende dipoolmagneten in het blauw. Dat zijn de magneten die je eigenlijk zorgen dat je in de bocht blijft. Die draaien je. En dan de quadrupolen zijn de witte. Die duwen je samen om de beam mooi nip te houden. En zo verder te houden. En verder te laten gaan. Oké. Daar zie je hoe CMS eruit ziet als het gesloten is. En hier gaan we dus door de tweede veiligheidspoort. Dus dit is precies waar we eigenlijk straks zeiden dat
tot hier mag je gaan op het moment dat de versneller aanstaat. En als de versneller niet werkt, dan mag je hier verder. En het is deze deur ook waar dat je dus eigenlijk een fysieke sleutel kan krijgen op het moment dat ze eigenlijk ontdaan te nemen zijn, om te zorgen dat je nooit echt risico loopt. En dus je zal nu ook zien dat we rond moeten wandelen, omdat er eigenlijk een grote betonnen muur tussen de twee kavernes zit. Dus meestal wat je ook kan merken is dat die twee kavernes zijn ongeveer een 5-6 meter van elkaar. En oké, je zit al een heel deel van de magneet met dan beschermingen rond. Maar toch zal je nog altijd in de elektronica kamer eigenlijk het magneetveld heel, heel veel merken. Je merkt nog altijd dat je zo die metalen deuren moeilijk open en dicht krijgt en zo. Dat is echt niet voor de hand liggend. Nu wandelen we stilaan op het bezoekersplatform om dus te kijken naar CMS. En hier zie je nu het CMS-experiment. Op dit moment is het een beetje moeilijk om de grootte in te schatten, maar ja, je moet er dus aan denken dat dit een ongeveer een 20-tal meter hoogte is. Dus, en dat die cirkel die je ziet, dat is een solenoid. De grijze cirkel, dat is onze magneet. En die is ongeveer een 7 meter diameter. En dan zie je de grijze dozen, wat al onze muonenkamers zijn. En oké, hier zie je dan de neus van zogezegd de endcap. Dus we hebben een barrel, wat dus eigenlijk een cilinder is, en dan twee endcaps, waar twee stoppen zijn die je op de cilinder duwt. Dus dit kan er helemaal aan inschuiven. Dus normaal gezien is die detector volledig gesloten. En dus hier heb je dan al die trapeziums die je ziet, zijn muonenkamers. Dit zijn de cathode strip chambers. En de gems zitten eigenlijk juist na dat zwarte gedeelte eigenlijk. En het zwarte gedeelte heeft dan eigenlijk opnieuw een meta-energie van de deeltjes. Dat zijn de protonen, elektronen en zulke zaken worden daar dus eigenlijk de energie van gemeten in dit gedeelte. En oké, één zaak die ik altijd indrukwekkend ook vind aan het hele experiment, is dat er ook heel gewone zaken zijn die heel gecompliceerd worden. Als je hier bijvoorbeeld kijkt hoe dat alle kabels zijn gelegd, dat is fantastisch eigenlijk gedaan. Allee, die kabels zijn soms 100 meter lang, want die gaan naar ondergronds, naar de andere cavernen en zo. En toch zijn die bijna perfect gelegd. Want dat wordt altijd zo, we proberen zo weinig mogelijk plaats voor die zaken te nemen, omdat je dan minder plaats hebt voor eigenlijk de detector en de gevoelige zaken. En dus je probeert eigenlijk zo goed mogelijk de plaats te benutten en zo weinig mogelijk plaats te verliezen. Dus alles is eigenlijk heel precies uitgemeten over hoeveel kabels er overal terecht kunnen en wat dan ook. En dus, oké, bijvoorbeeld naar het allerbinnenste heb je waar de sporenkamer is. Ja, daar is het dus niet voor de hand liggend van nieuwe kabels te leggen of nieuwe zaken. En dus dit is allemaal zo gezet. Daarvoor hebben we ook natuurlijk die systemen zo gebouwd dat er eigenlijk een zekere redundantie in zit. Dus dat bijvoorbeeld de sporenkamer weten we dat we stilaan bepaalde onderdelen zullen verliezen en dat we die nooit volledig zullen... dat we nooit 100% van de detector meer zullen hebben. Dus de detector zo opgebouwd dat zelfs als we een aantal procent verliezen, we toch nog altijd de gevoeligheid hebben die we eigenlijk willen en de precisie die we eigenlijk willen. En dat wordt er dus allemaal aangebouwd. Zullen we wat vragen beantwoorden? Misschien is dat, of zijn er mensen die vragen hebben over wat ze nu hier zien? Want dan moeten ze die ook stellen in de chat. Hè? Maar ik denk dat iedereen heel erg onder de indruk is van wat er al te zien is. There was a question about the energy we use. Okay. I think this is the one below the... Zoltan, your Dutch is much better than I do. Yeah. I'm afraid my Google Translate is the best. Yeah. well, the question is actually how much energy we use exactly. So what I know numbers. So if the full CERN is up and running together with all the accelerator complex and everything is running, accelerators, detectors, my computer, my desk lamp, everything, then we eat something like 180, 170 megawatts, which is compatible to a approximately 200,000 inhabitant city. So actually, we are not very big consumers. Well, it's also because we still... It is also because we have a lot of...
exactly heel veel cooler zodat we supergeleiding en zo hebben. We have the superconductivity, which helps a lot. Well, otherwise it would be a very big technological challenge. Yeah. Dus we gebruiken een hele hoop supervloeibaar helium om alles af te koelen tot een paar graden Kelvin, om dus te zorgen dat we supergeleidend materiaal hebben, zowel in de versneller als ook in onze magneten. Onze magneten zit min 269 graden bijvoorbeeld Celsius, die we hebben voor dus de supergeleidende draden dan te hebben. En we hebben onze magneet ongeveer 20.000 ampère die we er doorschieten. Dus dat geeft maar zo'n idee. Hoe geraken we aan de stroom? Ja, de stroom komt eigenlijk binnen via hoogspanningskabels. Dus we hebben hier zo een station waar dus echte hoogspanningskabels binnenkomen. En dus we zijn gewoon verbonden zoals je zou een elektriciteitscentrale verbinden, eigenlijk min of meer. Is de snelheid altijd dezelfde of veranderen wij die? Dus we zijn ongeveer altijd hetzelfde in de energie van de protonen op dit moment. Dus op dit moment zijn we 13 TeV. We hebben wel in het verleden ook op andere energieën gewerkt. Dus we hebben een paar energiehoeveelheden gehad van de protonen. Maar er is wel één zaak die je moet weten, is voor de eigenlijke botsing zijn het eigenlijk niet de protonen die eigenlijk botsen, maar zijn het de quarks en de gluons in het protonen die botsen. En dus bij gevolg hebben die maar een fractie van de energie en zo. En dus is er wel, zijn die niet volledig hetzelfde. Dus hebben we eigenlijk wel een wijd spectrum aan energieën, dus eigenlijk van de eigenlijke deeltjes die de botsingen doen. Hoe lang heeft het geduurd om dit gedeelte te bouwen? Dus als ik me niet vergis, CMS, the original plans are in 1995 or something that they started? 1994 or something. Dus de eigenlijke versneller, de origineel plannen zijn begin jaren 80 geweest en dan voor CMS is het ongeveer halfweg de jaren 90. En dan eind de jaren 90 zijn ze begonnen met eigenlijk echt te bouwen van CMS. En dus echt wel eraan te werken. Dus heeft het een goede 10 jaar geduurd eer dat we eigenlijk CMS klaar hadden. Wat dus echt voor sommige mensen hun hele carrière is geweest. Hij was toen een MSc student. Ja, zelfs Zoltan was nog een masterstudent, heeft hij gezegd. Dus dan heb je een idee van hoe lang het is. You're not that old, Zoltan, it's fine. Waar komen de deeltjes die versneld worden vandaan? Wel, eigenlijk is er gewoon een... op het heel begin van de versnellersketen is er een waterstoffles. Dus gewoon waterstofgas. En dus dan gaat het door een soort plasma source, waar dat de protonen van de elektronen worden getrokken en dan de protonen worden zo versneld. Dus dat is eigenlijk vrij gemakkelijk. Hoe groot is de buis waardoor de deeltjes gaan, zonder de magneten gerekend? Dus de eigenlijke versnellerbuis is... Het zijn eigenlijk twee buizen naast elkaar die ongeveer zo groot zijn. Een paar centimeter. Ja. Een paar centimeter. Ja, ja, ja. Ja, het is ongeveer die grootte. Dus, ja... zijn er in het verleden defecten aan de detectoren geweest? Ja, natuurlijk. Er zijn allerlei zaken die wel verkeerd lopen bij zo'n experiment. Dat is altijd het geval. Er is elektronica die bijvoorbeeld verkeerd... die bijvoorbeeld problemen begint te krijgen of zo ergens iets. Dus meestal proberen we dan zelf te verzinnen wat het eigenlijke probleem is en of we die nog in situ kunnen oplossen. Meestal is dat mogelijk, niet altijd. Reserveonderdelen bestaan, maar eigenlijk zijn er maar bepaalde detectoren waar je dat kan doen. Dus je kan bijvoorbeeld dat doen bij het allerbinnenste van de sporenkamer, omdat we weten dat dat heel veel straling krijgt en moet vervangen worden. Of ook aan de muonenkamers, die je eigenlijk ziet dat die aan de buitenkant liggen en zo. Maar bijvoorbeeld het merendeel van de sporenkamer, het grootste gedeelte wat de strips zijn, daar kan je dus niet meer aan terechtkomen. En dus moet je echt heb je dus geen enkele kans om het te repareren, behalve als je het kan repareren door het in plaats te gebeuren. Wat gebeurt er op dit moment op het gele platform? I don't actually know. What's happening on the yellow platform at this moment? So actually, I mean, what are they doing? We are just about the... Well, we installed the central beam pipe. Yeah. And now the other two types, the end cap and the so-called HFCT2 are in.
they are protected from the falling objects. We had a pressure test. Mm-hmm. Actually, this is still running, pressure and leak test. And then we are preparing for the, we are going to prepare for the bake out. Okay. So this is, these are really hot days, not mm-hmm. just because the bake out is 220 degrees, but also these are the most precious things. We are restoring the beam pipe, and then we are preparing for the pixel installation and closure. Yeah. Oh, Haifa, can you show perhaps, I want to ask answer one question. Can you show the feet of the detector, like the orange feet? Because maybe somebody is asking how the two parts are put together. So not sure whether you can see it at this moment. Well, not from this point. No. They will go down to the ground floor. Okay, there's always tracks on Antwoord. Yes, we need to go down. Yeah, we'll do it after then, this question. There's also a question about how the two, the end cap and the barrel are combined. Maybe that you can do from here because we have such a good view here. But okay, I wanted to just explain with the feet actually how we move it then. Yeah. So die passen dus bijna perfect in elkaar, maar dus hetgeen wat je zal zien, wat we straks misschien iets beter nog laten zien, is het feit dat je er dus luchtkussens onder hebt, om dus hoge druk eigenlijk lucht in te spuiten, zodat we die delen kunnen bewegen. Want eigenlijk die verschillende onderdelen wegen grote orde 1000 ton. En dus je kan die niet zomaar beginnen te duwen. Dus je moet eigenlijk echt een systeem hebben om dat gemakkelijker te kunnen bewegen. En dus we hebben dus een soort luchtkussens voor minder weerstand te hebben, zoals een hovercraft ook minder weerstand heeft op het water. En dus we zullen die straks tonen. Maar dus daardoor kunnen we dan eigenlijk beginnen die zaken bijeen te voegen. En dan op het heel einde heb je, kan je nog echt aan elkaar vastmaken met een soort schroefverbinding, die ik op dit moment niet zie eigenlijk. Maar... ja, maar die twee delen passen dus ongeveer perfect in elkaar nadat je dus de gele scaffolding wegneemt, de gele stellingen. Want ja, die zijn er gewoon omdat we op dit moment zaken aan het doen zijn. Is er onderhoud nodig? Ja, er zijn altijd zaken die moeten gedaan worden. We doen elk jaar gaat de detector gedeeltelijk open om... bepaalde zaken te checken en te doen en ook de services en zo de waterkoeling en zo te checken ook en dus ook spanningen en zo. Het is altijd goed om regelmatig wel eens langs eraan te kunnen, want er staat ook een heel deel elektronica bovenop de detector, naast de detector, dus is het altijd wel nodig van binnen te gaan. En er zijn altijd ook wel onderdelen of zo waar verbindingen gedeeltelijk gelost zijn of zo en waar we die gemakkelijk zouden kunnen repareren. Data centers. So actually the CERN has its own data center. We store the data there. I think we store something like 1 petabyte per year. I think it's by now 10 petabytes or something. Yeah. So this is an enormous number of data, or the huge data. We have one data center in the main computing farm at CERN on the Meron side, and we have a backup as well. Now it's no more in Budapest, Hungary, but this is at the ALICE and the LHCb sites. Mm-hmm. En dus daarna wordt dan de data ook wereldwijd gestuurd, want we hebben overal datacenters eigenlijk, zo verschillende niveaus, afhankelijk van wat je er precies mee doet. Er zijn tier 1's, waar dat de centrale zaken worden gedaan en zo, en dan tier 2's is waar wij eigenlijk onze analyses en zo gedeeltelijk laten werken, en wat er simulatie en zo geproduceerd wordt. En je hebt die dus overal ter wereld. Je hebt er dus in Taiwan, in de VS, en twee in Europa. België. Een goede Belgische traditie, eentje in Vlaanderen, / Brussel, en eentje in Wallonië. Ja, dat verwondert mij niet. And also we got the question which we usually get, the color of the parts. So is there any specific reason for having different colors? Yes. Yes, sub-detector, as we call them, have their own color what concerns the cables. And in addition to that,
what is red everywhere is high voltage. Mm-hmm. But what you see here, the radial cables on this nice view, the blue cables are the data cables for the muon data and low voltage. Mm-hmm. Yeah, and dan bijvoorbeeld de tracker heeft groen en dan iedereen heeft zo een iets andere kleur. En om heel eerlijk te zijn, als je nu ziet naar ons kleurschema, is het wel mooier dan van Atlas, het andere experiment. We have a nicer scheme. Oh, yeah. But actually, what we can say that the dominant color of the CMS is red, because of the iron slabs, and the dominant color of the Atlas is blue. Ja. Yeah. Dus wij zijn grotendeels rood, maar daarom ook mooier. Oké. Welke vragen nog? I think now we can show the. Nu kunnen we de voeten misschien zien. Ja, ziet je, dit zijn de luchtkussens die je nu ziet eigenlijk, waar dat dan die hoge druk lucht wordt ingespoten. Dus dat zijn deze, wat hier staat, airpads, die oranje voeten eigenlijk. Dus daar kan je dus echt dan gemakkelijker mee alles beginnen te bewegen. Allee. En daarna heb je maar 3 mensen nodig, geloof ik, om het te verschuiven. En het weegt 1200 ton of zo. Ja, how many people do you need, Sultan? For what? For moving the 1200 ton piece. Well, it depends. it depends. Operating the device is one. Okay. of course, we need another approximately 10 who looks around and keeps the whole movement safe. Yeah. But of course, operating is one. Yeah. Ja, en dus eigenlijk, één zaak die ook interessant is aan CMS, is dat wij eigenlijk onze ondergrondse caverne niet klaar hadden op het moment dat CMS werd gebouwd. En dus eigenlijk de hele detector is bovengronds gebouwd. En dus we hebben die stukken naar beneden laten komen. Het zwaarste stuk was bijna 3000 ton. En we hebben dus naar beneden laten komen door een reusachtig gat, waar je eigenlijk had een reusachtige lift eigenlijk, die er was gebouwd. En dus, ik ben toen nog gekomen, omdat ik dacht, ik was toen een jonge doctoraatstudent, en ik dacht dat heel fijn ging zijn om te kijken, zo van, ja, we gaan zien hoe zo'n reusachtig stuk naar beneden wordt gelaten. Na een uur ben ik vertrokken, want ze hadden maar een metertje bewogen, want het duurde ongeveer 14 uur of zo om dus het hele stuk naar beneden te brengen, omdat ze wilden zorgen dat er niks begon te schommelen, want ja, als je een stuk hebt wat begint te schommelen van die zwaarte, ja, dan heb je geen enkele controle meer. Dus dat werd heel voorzichtig naar beneden gegaan, met 4 mensen in de 4 verschillende controletorens om dus altijd één gecoördineerd het zo naar beneden te laten. Ja, hier zie je nu eigenlijk iets beter ook de grootte van het experiment, want nu sta je op de grond en dan zie je pas hoe groot en machtig het eigenlijk is. Elke keer als ik eigenlijk ondergronds ga, ben ik geïmponeerd. Zelfs al heb ik het ondertussen meer dan 100 keer gedaan. Maar het is toch nog altijd plezant om de detector te zien. Ook omdat het elke keer er iets anders uitziet, want mensen zijn altijd bezig aan andere onderdelen te werken en zo. Dus je kan altijd, je weet nooit hoe dat er precies gaat uitzien. Wat ook altijd tof is. Ah, nu laten ze zien hoe dat het magneetveld eigenlijk alle metaal magnetiseert in de caverne. Dat je dus eigenlijk echt kan paperclips rechtop zetten tegen het metaal, omdat het zit voortdurend tussen een 3,8 Tesla veld. En dus bij gevolg wordt metaal gemagnetiseerd. But to tell the truth, we are using the edge effect in the magnetic field. Okay. So these clips would not stick on the flat surface. No, but the only problem is that this place is so nice to work. You know, when I take down my laptop and put it on, this is on in the exact height and very good. The only problem is the remanent field this is stronger than usual. So the remanent field that turns off my display. Well, you hopefully have a solid state drive. Yeah, definitely. Today, of course. Oké. Misschien moeten we weer een paar vragen nemen.
Freya, heb jij al een beetje gekeken naar de vragen? Of, Ja. Is er ergens een die misschien... misschien, dat er waren, er was een vraag over... There's a question about the metal cylinders that you just showed. So maybe we can zoom in on those again, because they're rather close. I know, yeah, there they are. So. These ones. These are nice adjustment rods. Okay. To adjust and stabilize the tipping of the YE1. And of course we have for all the end cap plates. If Haifa shows the bottom of this, she can show you that this can be rotated. So this is like a big screw, you know. Yeah. For me, a physicist, this is really amazing. Zoltan. Noemi will take you there. This is the adjustment rod. Yeah, exactly what you showed. So for a physicist like me, this is really amazing how this big rod can stabilize this 1,000 ton object. But for a mechanical engineer, this is just a normal thing. Yeah. I think you talked about how these slabs are moving, you know. Yeah. That how impressive it is. Yeah. I remember the first time I saw it in 2006. Yeah. And I took the video and the photo and whatever I had in my hand. Ja, er zijn heel veel zaken waar het voor ons ook heel impressionant is, omdat wij niet gewoon zijn om met die objecten te werken en zo. En dat eigenlijk een deel ingenieurs en zo het minder indrukwekkend vinden. Ik weet bijvoorbeeld ook met het feit, also when we lower, ook daar zeggen de eigenlijke ingenieurs die dus de lift opereren om die naar beneden te brengen, die zeiden van, ach, zo indrukwekkend was dat niet, want ze hadden daarvoor al op schepen en zo gewerkt die dan ondergronds, die dan op de zeebodem lagen en zo. En dat was veel moeilijker, want dat was een minder mooie structuur en dat was nog dieper en wat dan ook. En dus voor hen was dit eigenlijk triviaal in zekere zin. Het duurde wel eventjes, maar ja. Ik heb ooit een tour gegeven voor betoningenieurs en het bleek dat het beton van onze caverne wel heel bijzonder is. Oké. Okay. Ja. Oh, dat was hem. Nou, dat weet ik dus ook natuurlijk niet wanneer dat. Maar dat is dus bijzonder. Apparently we have special concrete. That's what Freya was saying. Yeah. Yeah. She guided some concrete engineers and they were very impressed. They were very excited about the concrete of our cavern, which of course I knew nothing about. This is interesting. Of course, all these things should be very special, not just because of the radiation, but also because of the structural forces that we see 100 meters below ground. Yeah. So, and this is really, really impressive that all these caverns act like bubbles in the neighboring rocks. Mm-hmm. We are quite balanced with the 14,000 tons detector inside, but the Atlas cavern is not balanced and they are rising up. Yeah. So it doesn't mean that in 10 years they will reach the surface, but this is really a measurable thing, a couple of hundreds of microns per year. Yeah. Dus hier wordt nu ook gevraagd over de volgende jaren. Dus actually, now we see even the notes. Dus de volgende jaren wordt er nog een heel deel aangepast. Dus de versneller, de volgende 2-3 jaren zijn we ongeveer dezelfde detector en versneller. Het is een beetje aanpassingen, maar niet zoveel. Maar dan daarna wordt er een heel grote aanpassing gedaan. En dan wordt eigenlijk de versneller, krijgt dan 10 keer meer botsingen eigenlijk per seconde in zekere zin, dat je zal krijgen. En dus zal het veel meer intens worden. En dus de detector moet daar ook helemaal aan aangepast worden. En bijvoorbeeld die neus die je zag, die wordt bijvoorbeeld helemaal afgesneden. Dus het duurt eigenlijk te lang om die uiteen te halen. En dus wat we eigenlijk gaan doen, is die gewoon afsnijden. Want die kan eigenlijk niet met die nieuwe... Met de hoeveelheid botsingen en zo, die kan daar niet mee overweg. Dus er wordt een nieuwe detector eigenlijk geplaatst. En dus daarvoor wordt dit afgesneden en dan wordt een nieuwe detector erop geplaatst en erop geschroefd. En dus dat is een van de vernieuwingen die bijvoorbeeld gebeuren, is om te zorgen, want vooral in die regio's, vooral in de regio's die zo in de
ja, in de richting zijn van de beam, heb je echt wel dat er heel veel extra botsingen gaan zijn en heel veel extra stralingsschade en alles. En dus bij gevolg moeten die detectoren echt wel aangepast worden. En dat is dus echt iets wat we zullen doen de volgende jaren. En dus dan, oké, dit zal klaar zijn rond 2025, 2026. En dan hebben we nog een, ja, 15 à 20-tal jaar dat we zo gaan opereren. Dus het is toch nog een hele tijd dat we gaan de detector gebruiken. Ik denk dat Freya al iets aan het beantwoorden is. Dus worden de... Oké. Ga je gang hoor, Pieter. Ik ben met de tekst sommige dingen aan het beantwoorden. Ja, dat is goed. Te doen zijn. Maar alles wat jij nog kan zien wat open is, mag je beantwoorden. Oké. Okay. Dus, misschien, wat zit daar voor rode dingen op het plafond? Want dat vind ik ook altijd wel leuk. Ah ja, de rode dingen op het plafond. The red things on the ceiling. Mm-hmm. Can we see them again? Oh ja. Yeah. Somebody was asking. Can you show please the red things on the ceiling? Yeah, the one on the left. Dus dit is eigenlijk het systeem voor dus schuim in de cavernen te plaatsen als er een vuur zou zijn. Dus het is eigenlijk om te beschermen tegen vuur. Ja, yeah, this is just and above you. These, je kan dus echt binnen een paar minuten die hele caverne vol met schuim spuiten. En dus dat is gedaan op het moment dat de detector er nog niet was. Hebben ze dus dat getest en we hebben dus een video van hoe ze op een paar minuten tijd zo die hele caverne vol met schuim hebben gespoten. Was trouwens de 1 april grap van CMS dit jaar, dat we een foam party hadden georganiseerd in die cavern. Ja, dat would be als the je last de foto day ziet, experiment. Was het geen party. Nee. Yeah. But that would be the last day of the experiment. Yeah. Closing party. But a couple of years ago, we dismantled one and made tests with it. Yeah. A couple of here in Prefsan, and then we went to Spain in Madrid to test them, and it was really a funny thing. Yeah. We instrument it as well with the temperature sensors, flow sensors, everything, and we wanted to understand how the foam is formed, because this is very important. What is the expansion ratio, for example? I loved it. Yeah. Nu zag je ook zo net de hele buis eigenlijk, je zag de shaft eigenlijk waar dat detector naar beneden is gelaten, het grote gat eigenlijk wat we hadden voor alles naar beneden te laten, waar dus aan één kant eigenlijk zit. En dus daar heb je ook een plaat beton boven die er eigenlijk over kan schuiven om het dicht te maken, het gat, zodat er niks kan invallen terwijl we operatie hebben en dat er ook geen straling en zo is. Maar ja... En ook dat je dus eigenlijk kan zorgen dat op het moment dat je zo'n stuk naar beneden wil laten, wil je geen kraan maken die heen en weer gaat en op en neer. Want dat is eigenlijk moeilijker. Dus maken we een kraan die alleen maar op en neer gaat. En dus schuiven we een stuk beton erop, we schuiven de detector op, haken hem vast en verwijderen de grond. Ja, if you look completely up, you can actually see the ground level. I don't know if there was a question about the shaft. Yeah. So, Haifa, can you turn the camera up if you are on the negative end? Yeah. Yeah, she is on the negative and end. Look, I think. Look even a bit we more. Want to see, we want to see the ground level. Ah. Yeah, more straight. Yeah. It's not so easy, I know, with that. No. Yeah. The camera automatically corrects. Sorry, but I just missed the So may you please repeat what you want to see? We wanted to see if you could see a ground level through the shaft. Okay. Through the shaft. Yeah, turn the camera up. Yeah, gaan we er geraken? More. Yeah. You know, we all have with our neck. Ja, daar kan je het een beetje zien. Het plafond wat je daar ziet aan het einde, dat is dus 100 meter hoog. Ja. Let Naomi know as well. Yeah. If she can help. Well, it's okay. So maybe a question for Haifa. What temperature is it there? Mm-hmm. Haifa, can you hear us? Yes, I can hear you. It's actually a very normal temperature. It's around 18 to 20 degrees. So
It's not so cold and it's not so warm, so we are happy. Is it always the same temperature? Yes, during these days, yes, it's almost the same, yeah. Ja, maar dus de temperatuur van de hele caverne wordt niet echt op temperatuur gehouden, maar wel de verschillende onderdelen. Dus er zijn zo'n paar hitteschilden en zo, om te zorgen dat bijvoorbeeld de sporenkamer wordt meestal rond de min 20 graden of zo gehouden. Dan de andere zaken worden weer vastgenomen. Ah, nu zien we het heel mooi. Ja. Nu kan je heel goed het plafond zien, ja. Als je wil. Do we have special ventilation downstairs? Yes. Yes, we have to press down the fresh air and extract the used ones. In this picture, in the shaft on the right side, you see big tubes, very very big tubes. Yeah, exactly. And these are responsible for the bringing in the fresh air and taking out the used one. And also we have to make overpressures. Of course, when we are running the accelerator, this shaft is closed. On the top of the shaft, we have a concrete iron slab, more iron than concrete, something like 2.5 meter thick that we close. And also we seal it off. We seal off all the other doors that go to the experimental cavern. And we lower the pressure of the experimental cavern with respect to the normal air pressure in order to prevent any activated dust, for example, to come out from the experiment. Hier is een vraag over, als we zoveel data verwerken, wat we dan precies doen. Of we een speciale programmeertaal en architectuur gebruiken, of dat afhangt van het experiment. Dat hangt dus echt af van het experiment. Dus we hebben speciale CMS-code en Atlas-code. Het grotendeels is het een combinatie in beide experimenten van C++ en Python die gebruikt wordt. Dat is het meest courant gebruikt in beide experimenten. Maar we hebben dus onze eigen set van code die dus voor de reconstructie en zo gebruikt wordt. En ja, Atlas heeft zijn eigen ook. Dus dat is ik heb begrepen dat de CMS-code in Git een van de grootste publiek toegankelijke codes wereldwijd is. Ja, ik geloof dat op een bepaald moment we nummer 4 of 5 stonden. Docker, Kubernetes en enkele meer. Dus wat vrij indrukwekkend is. There is a very nice question concerning about the next challenges in front of the experiments. What are the most exciting prospects for this detector in the next few years? I often used to compare the experiments with the Santa Maria of Christopher Colombo. They had a hypothesis that sailing westward will reach India, and he wanted to prove cancel this hypothesis. And with that, he reached something else than India, and he discovered something even bigger in impact that time. So we had a hypothesis, so we had a deliverable for these experiments. This was the Higgs boson that was so much awaited and so much expected for the standard model. But we all know that the standard model is not the ultimate model of the of the particle physics. So all these detectors are now sailed out and trying to explore if there is anything outside this standard model. Ja, en er zijn dus heel veel theorieën die je kan bekijken op heel veel verschillende manieren. Dus ik werk zelf bijvoorbeeld heel veel op supersymmetrie, waar dus een van de theorieën is waar dat er dus een oplossing zou vinden voor het voor de tekortkomingen van het standaardmodel. Op dit moment hebben we geen bewijs voor supersymmetrie. En de laatste jaren heeft het behoorlijk wat kritiek gekregen. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Er zijn ook zaken zoals bijvoorbeeld, er kunnen deeltjes zijn die
En op dit moment zijn we ook aan het kijken naar zaken die niet zo gemakkelijk waren te zien in onze detector. Bijvoorbeeld deeltjes die iets langer leven. Dus die laten andere soort... die passen niet binnen het normale stramien. Of van, oké, je ziet eerst het spoor waarvan het midden komt. Dan meet je de energie en zo. Bij die moet je iets anders denken. En moet je iets andere reconstructie en zo gebruiken. En dus dat is een van de zaken waar nu heel veel op gewerkt wordt. Is om te zorgen dat we allerlei soorten deeltjes die langer zouden leven, ook zouden kunnen zien met de detector. En dus er wordt gedeeltelijk dit gedaan. En dan gedeeltelijk wordt er ook allerlei metingen gedaan van het standaardmodel. Om dus kleine afwijkingen te vinden. Want kleine afwijkingen kunnen dus echt een idee geven van oké, er zijn zaken die nieuw zijn, er zijn zaken die moeten veranderen en kunnen ons in de juiste richting sturen. Dus bijvoorbeeld recent was er een resultaat van LHCb wat vrij veel aandacht heeft gekregen, omdat het toonde dat er misschien wel een afwijking was van het standaardmodel. En dus dat zou dan kunnen ons tonen welke richting we zouden moeten uitgaan met deze searches for new physics. This is the second shaft that we have here. Yeah. Oh yeah. Dit is dus de kleinere die naast de lift staat waar dat we mensen eigenlijk doorsturen. En op dit moment wordt er ook een deel materiaal eigenlijk doorgelaten af en toe. Maar kleiner materiaal. Je kan er niet de hele detector door krijgen, maar je kan er wel kleine onderdelen naar beneden krijgen. En dus je kan ook een idee krijgen hier van de hoogte. En dus hiernaast in die betonnen blokken heb je dus eigenlijk onze lift zitten. Dus daar kan je, dat zijn de zaken die gedaan worden. Hier is er ook een vraag of er leptonen worden gebotst. Dus je kan dat doen. Allee, dit is gedaan op CERN ervoor. De vorige versneller die eigenlijk in dezelfde tunnel zat als de Large Hadron Collider was een Large Electron Positron Collider. En dus dat was lep, zoals we zeiden. En dus dat was dus echt twee elektronen tegen positronen die tegen elkaar geduwd worden. En dus op dat moment heb je het voordeel dat je eigenlijk de volledige energie van de botsing beschikbaar hebt. En dat je ook het volledige, dat je volledig weet wat er gebeurd is. Met de protonen heb je die botsingen van de individuele quarks en zo. En is het veel meer rommel die er ook beschikbaar komt als je het elektronen botst. Dan is het veel, veel properder en kan je eigenlijk veel meer precieze metingen doen. Maar je kan niet tot dezelfde energie gaan. Want het is moeilijker om ze te versnellen tot dezelfde energie als met de protonen. Dus beide hebben hun voor- en nadelen. En daarom gaan we meestal van de ene soort naar de andere en hebben we zo verschillende opties. Zoals een van de zaken die wordt voorgesteld nu voor de volgende generatie, is de Future Circular Colliders, die tot 100 kilometer lang zouden zijn. En daar zou er misschien ook een eerste fase zijn waar je elektronen en positronen tegen elkaar zou schieten en dan daarna pas protonen tegen protonen. Dus daar heb je dan ook weer de twee stappen eigenlijk, zo gezegd. Cables are not damaged. Yeah. Yes, they are. sommige kabels worden natuurlijk beschadigd, maar ja, wat doen we eraan? Je probeert het natuurlijk zo weinig mogelijk te doen, want elke keer als je begint kabels te beschadigen, sommige kan je vervangen, maar veel ervan kan je eigenlijk niet meer vervangen. Dus moeten we ongelooflijk voorzichtiger mee zijn. Maar het gebeurt natuurlijk wel af en toe dat er ergens iets verkeerd gebeurt en dat iemand een kabel beschadigt. Daar kan je niks aan doen. En het is, daar is de detector ook op gebouwd, dat je weet dat er een bepaald percentage gaat verloren gaan van de detector. Als de versneller aanstaat, hoe ver worden de effecten gevoeld? How strong do we feel the effects? How far when the accelerator is on? Well, not too far, not beyond the concrete tube of the tunnel. En ook zo bijvoorbeeld in CMS merk je bijvoorbeeld wel het magnetisch veld buiten in de elektronica-kamer. Daar merk je het nog, maar verder zal je het al niet meer merken. But that's only the magnetic field. En dat is alleen het magneetveld, Allee, weet je, zo van, je moet denken, het magneetveld gaat iets verder, maar zelfs dat gaat zoals het kwadraat van de afstand. Dus vrij vlug verdwijnt dat snel. Allee. Maybe we can talk, I like this question. How do we make sure that the collisions happen in the detector and not somewhere else in the accelerator? Als je de eigenlijke versneller ziet, met dus de meeste plaatsen heeft de versneller twee aparte buizen eigenlijk.
waar dat de twee buizen, de protonen, doorgaan. Dit heb je ook nodig, omdat ja, als je hetzelfde veld zou gebruiken, ja, dan zouden ze niet in de omgekeerde richting gaan. Allee, om te zorgen dat sommige protonen in deze richting en sommige in deze richting gaan, moeten ze eigenlijk hun eigen magneten hebben, want in het magneetveld zouden ze anders tegen elkaar botsen. Dus het magneetveld moet omgekeerd zijn in die twee buizen. Dus hebben ze twee aparte buizen. En alleen als je kort bij de versneller komt, bij de experimenten komt, heb je eigenlijk één gemeenschappelijke buis die er is. En dan op dat moment heb je een laatste magneet, de triplet magnets, die dus eigenlijk zorgen dat de twee banen eigenlijk gekruist worden op het moment dat je botsingen wilt en dat je die echt precies kan afstellen zodat ze botsen in het allermiddenste van de detector. En dat is echt heel precies in het midden van de detector. En nog steeds, hoeveel protonen botsen we eigenlijk op elkaar? En kunnen ze ook missen? Ja, veel protonen botsen natuurlijk. Dus we hebben ongeveer, laten we zeggen, 100 miljard protonen die we op 100 miljard protonen sturen. Elk zo 40 miljoen keer per seconde. Dus allee, zo, er zijn bunches van 100 miljard protonen, 100 miljard protonen. Je probeert die tegen elkaar te gooien. En dus je hebt dan elke keer een 70-tal botsingen of zo dat er gebeurt. Dus 70 op 100 miljard is wat maar botst. Dat is het. Ja, het is dat. Dus ja, sleppen, de meeste botsen niet. Het is daarom ook dat wij kunnen bijvoorbeeld met dezelfde beam ongeveer 12 uur werken. Want we werken dus verschillende uren met dezelfde beam, die blijft rondcirculeren, omdat er altijd maar een heel klein percentage botst en dat we dus maar heel geleidelijk aan de beam verliezen, zogezegd. So make them to collide is not, well, it is not very complicated. The proton beams in diameter is something like my hair, yeah. A couple of hundreds of microns. This is not very complicated. It is something like shooting through an eye of a needle when the needle is on the moon. This is something you can probably answer. Is there a certain level of radioactivity there? I mean, yes. Even after we close. So yes. So actually, the radioactivity induced by the beam, and this mm-hmm. we have to always claim that all the radioactivity there, except the normal earthbound, comes from the beam. And once you turn off the beam, this induction goes away and everything starts to decay down, all the radionuclides. So first of all, after a couple of minutes, we can go in the cavern because the radiation level drops below the legal limit. However, when the operation is on, the beam is on, we are not allowed to go in. Mm-hmm. Most of the detector cavern would not pose too much radioactivity on us, but this would be beyond the legal limit. Of course, and there are places in the cavern, and especially in the finer focus magnets, where this radiation level is really, really high. Of course, we cannot go there. Either way, whenever we want to go down underground, we must have a dosimeter, a personal dosimeter. Haifa can show the dosimeter in front of the camera. Yeah, exactly. Mm-hmm. We are obliged to have it and send it for evaluation, the solid state part once every year, and the other one every month we have to read out. And if we would want to go higher radiation zones, for example, on this yellow platform, we would need to have another dosimeter, which bips and alerts if we get too much radiation and also mm-hmm. shows the actual number. This is really, really important. We always say safety first. Yeah. Komt er bij elke poging nuttige data uit het experiment? Wel, dat is eigenlijk interessant in zekere zin, want ja, gedeeltelijk wel. Want het feit is dat we altijd op zoek zijn naar zaken die heel, heel onwaarschijnlijk zijn en die niet zo vaak gebeuren in de detector en die we proberen ook zo precies mogelijk te meten. Dus alles heeft te maken met statistiek. En dus als je genoeg events hebt, dan kan je het proces misschien waarnemen, anders niet.
Het is ook waarom dat wij eigenlijk vaak dan zeggen van oké, we zijn op zoek naar een 5 standard deviation excess of zo ergens iets. Dat is dus echt om te zien, oké. En dus elke data die we eigenlijk nemen is nuttig in zekere zin. Want we hebben dus echt heel veel nodig om bijvoorbeeld een Higgs boson te zien, want dat komt maar voor in een heel, heel kleine fractie van de botsingen die we hebben. En dus je moet elke botsing min of meer opnemen om dat te kunnen zien. Allee. Dit is een vraag die ik tof vind, maar ik weet eigenlijk het antwoord niet. Wat is de meest onverwachte ontdekking die we hebben gedaan? I would say the ridge. Ja, maar dat is niet gemakkelijk om uit te leggen. Ja, sorry. Ik zal ook het opdoen. Sorry, I missed it. The question is, what's the most unexpected discovery? And Freya is saying the ridge, but I do not really feel like explaining the ridge. ik kan de korte samenvatting geven van de ridge. Wat er gebeurt is dat wij... we hadden het al gehad over die zware ionenbotsingen, hè, waarin je dus een heleboel protonen en neutronen in een kern op een heleboel protonen en neutronen op een kern stopt. En dan zie je dat die kernen aan elkaar kleven en dat daar allemaal dingen gebeuren die echt, waar dus verschillende quarks in die deeltjes met elkaar praten. Niet alleen één quark op één quark. Wat natuurlijk anders is dan we zouden verwachten in een proton-proton botsing. Wat het bijzondere is aan die Ridge paper, wat dus ook echt heel echt een hele grote ontdekking is, en daarom een van onze meest geciteerde papers na het Higgs-deeltje ontdekking, is dat we datzelfde type deeltjes die eigenlijk aan elkaar plakken hebben zien, ook zelfs al in proton-proton botsingen, waar we dat helemaal niet verwachten. Mm-hmm. Dus dat is dus, ja, dat noemen ze dan collective phenomena, dat is de wetenschappelijke term daarvoor, die dus onverwacht waren in protonen. Naomi laat haar dosimeter zien, waarmee ze niet alleen kan zien dat ze geen straling heeft gekregen, maar ook de deur in de open kan doen. Dus nu gaat ze naar buiten. Pieter, ga je gang maar weer. Nee. Om naar buiten te gaan moet je dus niet scannen. Moet je gewoon binnenwandelen en mag je zo naar buiten. Dat is iets gemakkelijker. So maybe an interesting question by Vital, which is I think related to quite a few of the questions, is waarom krijg je maar in een paar botsingen Higgs bosonen of andere deeltjes? Omdat je altijd een zekere waarschijnlijkheid hebt van een bepaald deeltje te produceren en zo van die proton-proton botsingen. Dat is allemaal quantum mechanics en dus moet je uiteindelijk probabiliteiten, waarschijnlijkheden hebben. En dus er is een bepaalde waarschijnlijkheid dat twee protonen die botsen een Higgs boson zullen creëren. En dus... En die is heel klein. Ja. Inderdaad. Discussed with Naomi to go to the cold box. To the what? Cold box. Okay. The liquefier. Waarom werden de experimenten gebouwd waar ze nu zijn en brengen de bergen geen praktische bezwaren mee? Ja. Why are the experiments built where they are and isn't there any practical problems with the mountains and stuff? Ja, natuurlijk maakt het het niet gemakkelijker. So what is important that the CMS and Atlas should be on the opposite side of the diameter. Ja, nee, we hebben ook gedeeltelijk dus dat de precieze diepte en zo van de versneller afhangt van de verschillende steenlagen die er zijn en zo, om te zorgen dat het niet onmogelijk was om te graven, want het is natuurlijk iets moeilijker met de berg. Ook als je bijvoorbeeld ziet, voor de volgende versneller die hier wordt gezegd, die FCC, wordt er eigenlijk rond een van de bergen gegaan, om dus ook te vermijden van te doen. Dus zoveel mogelijk wordt het vermeden. En als je nu eigenlijk de echte LHC ziet liggen, dan zie je dat die eigenlijk maar een heel klein stukje onder de Jura-gebergte ligt. En het merendeel ligt eigenlijk meer in het vlakkere gedeelte. En ja, sowieso zijn er ook altijd wel problemen met de ondergrond en alles. Zoals CMS had bijvoorbeeld het probleem dat er ondergronds water was. Mm-hmm. En dat we eigenlijk op het moment dat we die caverne aan het graven waren en dan aan het bouwen,
moesten we beginnen eigenlijk zaken te bevriezen. En moesten we zorgen dat we zo de beton eigenlijk naar beneden goten, terwijl dat we eigenlijk verschillende lagen bevroren, zodat er geen grondwater die altijd binnenkwam. Oké, okay, so now... That's the helium liquid. Okay, dit is de... This is one of the most important parts. Yeah. And technically. So this is the place where we turn the gaseous helium into a fluid, and we cool the solenoid down to superconductive state. Yeah. And this is the device okay. for doing that. Yeah. This is usually where we do not expect visitors. Yeah. But of course, for the virtual visit, we are allowed to go yeah. there. I've never been there, so that's why I wasn't sure. that's why, for example, why I asked them to go there. Yeah. This is a very, very important and interesting yeah. place. So dit is waar het supervloeibaar helium wordt gecreëerd, waar dus eigenlijk ja, dus alles supergeleidend houdt. This is quite complicated. Ja. You see, the walls and the Maybe it's only complicated for physicists, oh, not yes, for engineers. Yes, it might be. Yeah, exactly. Well, this is an engineering product. Yeah. You see, helium yeah. comes in, helium goes out, and that is a tube at the other end, which goes diagonally to the mm-hmm. to the shortest path to the detector, where we have a helium reservoir. Yeah. Okay, thank you very much, Haifa. You are welcome. Yeah. I think they could come up now. My team can join us in, okay. in the control room. Iemand vraagt ook of, is there a political reason why CERN was built on the border between the countries? Well, yes. Yes. And so two countries can claim that they host CERN. Yeah, exactly. And we can profit yeah. from these two countries. If you look up Haifa, that is a copper conductive equipment. Mm-hmm. That goes yeah. exactly this one. That goes up the surface. This is something that we wanted to show you. So in the magnet, we store enormous energy, something like 2.2 picojoules. If for some reason the superconductivity ceases, that might happen for several reasons, we have to evacuate this energy, otherwise it would evacuate itself. Yeah. So just for comparison, this 2.2 gigajoule is something like the kinetic energy of a Boeing 747. And we all know, unfortunately, what is the potential in this energy once it crash lands. So we want to avoid it. And in this case, we have to extract this enormous energy through these copper bars, mm-hmm. by the way, water-cooled copper bars, to the surface to a resistor network. Actually, sometimes I have to act as a technical responsible for the experiment, and this is what I always heard from the bosses, that keep this alive. If the water cooling stops for any reason in these copper bars, the experiment starts to down automatically. Yeah, I can see that. That's a very important. This is one of the most important part of the experiment. Sorry. Yeah. I think it's CMS wouldn't survive if, like, you know, we didn't have this and there would be a quench. We have only one magnet. Yeah. So everything else is redundant, more yeah. or less, but we have only one magnet. And of course, as you mentioned, this is tailor-made. Yeah. Okay, thank you very much, Haifa. Okay. Welke vraag gaan we nu beantwoorden? How about the earthquake question? You want to answer that? Yes. I'm sure Zoltan knows the answer. Yeah. Zoltan, you want to answer what happens at an earthquake? On historical basis, the historical statistics is something like one
Richter scale 5 in every 1,000 years. So we are in a quite calm region. Everything in the detector, the caverns, and all the galleries have to withstand Richter scale 5. That's the golden rule. Yeah, that's the answer. Okay. There's a few questions whether we have to clean an accelerator after we finish the run. Just like in the kindergarten. If you finish the play, you have to put away the toys. Yeah, yeah, but there's nie echt, I don't think there's anything specific we're doing, right? It's well, in some sense, like we have to wait a bit until the radioactivity stabilizes in the cavern, so it's safe to go. And of course, certain detectors also, we need to change the gas occasionally for some of the gas filled detectors because the particles do sort of make the gas worse eventually, or some part of the detector just do it. So there's things like that. So in that sense, yes. Yeah. But not, I think, because there was a question about the tube of the accelerator. Yeah, it's not like we use like one of those pipe cleaners to clean the detector. No. There is, people do actually send a ping pong ball through the whole pipe of the accelerator, but that is for a different reason. That is the ping pong ball actually contains a very small radio transmitter, and they use that to check that the accelerator, that all the parts which measure the particles, and the particles also create a radio signal, that all those detectors are working well. Yeah, exactly. Mm-hmm. And at the beginning, they were also used to see that the fingers, which connect the different parts, this is connected to this. Yeah. So if the fingers, you can imagine that the heat expansion or heat retraction of the full accelerator is extremely huge. It's somewhere around 80 meters. Yeah. When you go down from room temperature to the superconducting one. Therefore, somehow you have to compensate for this movement. Of course, you do it at the individual dipole level, and you do not collect the 80 meters to somewhere. But in order to do this, you need this kind of a finger structure that allows the... Maybe Haifa can show it. Haifa, can you go to the just behind magnet this. Like setup behind, like the LSC little setup, which is behind? And this might happen that these fingers just bend in the wrong direction. Yeah. This happened at CMS as well. And of course, if it goes into the beam, that's over there. Het is nog moeilijk om te zien, maar dus hier in het midden kan je zien dat er ook zo een soort accordeonstructuur is om dus te zorgen dat het kan in- en uitzetten. En het middenste heeft die vingers eigenlijk. Ja, exactly. Ja, daar heb je dus... Ja, ja. If you could show it from the top, the open section. The open section, just... Yeah. That's... You might see the fingers there. Just that part in the middle, you know, where it is open. The gold part, there. Yeah, the gold part. Yeah, here see the fingers, yeah. Exactly. So it might happen that these fingers bend the wrong way, but they are needed in order to compensate for the defocusing effect of the uneven beam pipe. And if it happens, then the ping pong ball will not go through. Yeah, exactly. That's also something. Wat we hier hebben. En hier zie je dus echt ook nu de buizen van de magneet. Dus er was straks ook vragen over hoe groot dat dit was en wat dan ook. En hoe dat we zorgen dat die niet botste. Dus hier kan je echt zien dat je die twee aparte buizen hebt. Van die grootte ongeveer, waar dat dan de deeltjes eigenlijk doorvliegen. Ja. So maybe we can do some more theory-oriented questions. Yes. Okay. As there are, I see at least a few. So how about the one about the Higgs field? I have an answer. I don't know if you have an answer. Maybe our answers are even different. sorry, just a small comment before the questions.
Yes. I would like to go to the SAX5, the experimental surface area. Is it okay for you? Yeah, that would be really cool. Yes, please. Yeah. Very good. Okay, at the meantime. Thanks. Okay. Thanks to you. Is it in Platz in the universum? Is there a place in the universe where the Higgs is not there? And this must have onmogelijk is. I do not have a clear answer. My answer would be the only place where that could happen, of course we cannot measure it, but the only place where that possibly could happen is inside a black hole. Yeah, black hole, I would say that's probably the only thing which is, because we know that nature laws break down. Besides that, all these laws are in principle the same everywhere. Yeah. Of course, we can't test that. Huh? It's a very interesting question, how you test that. But that's the assumption that we have at the moment. Okay, dus nu zijn we eigenlijk in de bovengrondse zaal waar dat CMS eigenlijk gebouwd is. Hier zie je een van de magneten van de oude versneller, van LEP eigenlijk, die... Wel, het is geen magneet, sorry. Het is een radio frequency cavity. Ja, exactly. Voor de versneller eigenlijk te doen. Voor het versnellende gedeelte eigenlijk. Voor te zorgen dat er een push wordt gegeven aan de deeltjes en ze zo snel mogelijk gaan. So these were iconic. Yeah. Because of this ball on the top. Our sphere on the top. And the field oscillated between the top sphere and the accelerating part. And this was not superconductive. Yeah, dit was gewoon geleidend. But for the lab 2, we already had superconductive accelerators. All these guys went out. They were just in order to make enough Z bosons to make the studies. So there's a question about string theory and how we could measure it. And my answer to that, Dmitry, would be the problem with string theory is not that we cannot measure it. The problem is that string theory at the moment doesn't make any predictions yet. Yeah. So we can't even figure out if we can measure it or not, because there is no prediction of what we should see. Yeah. Exactly. Maar je hebt natuurlijk wel dat je voor string theory min of meer wel supersymmetry nodig zal hebben. Precies, dat is waar. En we hebben nog altijd geen... Ja, we hebben geen bewijs dat supersymmetrie er is. En voor supersymmetrie kunnen we wel een heel deel voorspellingen maken en testen. Mm-hmm. Het enige jammer is dat we niet 100% zeker kunnen zijn of het nu waar of niet is. Oké, nou, wie staat nu voor de foto? Dus dit is een foto op ware grootte van het CMS-experiment eigenlijk. Ja, want she is almost 20 meters away. Dus zij staat er ongeveer 20 meter vanaf. Dus daarom... de reden daarvoor is dat het gat eigenlijk open is. Want hier is ook het gat waar dat je de detector dus naar beneden laat gaan en zo. En dus, dat is het plafond wat we net van de 100 meter af zagen. Dat zien we nu gewoon. Ja, exactly. And you might see the closing slab. Ja, nu zie je ook zo die betonlaag. Oké, nu zie je het niet meer. Oh. Waar dat je zo alles kunt... nu kan je naar beneden kijken. I hope they don't drop the phone. Yeah. We have a beam pipe on the ground. Ja. I'm very careful, don't worry. Oh yeah, thank you. The phone goes very fast after dropping 100 meters, so... It doesn't take 8 hours. En nu kan je dus ook zo zien hoe groot dat die detector ongeveer is. Dus je moet denken dat deze hal ongeveer 2 keer zo lang is als de detector. It's roughly twice the size of the detector, right? The hole in length. En dus kan je zo'n idee krijgen van hoe groot dat eigenlijk ook een lengte detector is. Want dat zagen we natuurlijk niet, want we zagen alleen maar de hoogte. En dus ja, dit is dan ook een foto op ware grootte die gemaakt is uit een... Ja, ik geloof een 50-tal foto's die gemaakt is door iemand die bij ons werkt. Om dus echt hoge resolutie foto van CMS te hebben. Je kan op de CERN website een schaal 1-op-1 foto van CMS downloaden. En ik weet niet eens hoeveel terabytes die is, maar die is heel groot. The weather is better there than it is here. Yeah. don't forget that this is extremely cold now. Yeah. This is what you don't feel on the screen. Het is wel koud, maar het sneeuwt tenminste niet zoals in België. It's snowing in Belgium, so... Oh yeah, okay. And Belgium isn't particularly equipped for snow. That's also important to be
unlike Switzerland, where they know what to do. Yeah. Wel, hier is het ook iets erger, want dit is de Franse kant. Daar weten ze ook iets minder goed wat ze doen. Zullen we nog wat theorievragen doen? Of, let's first talk about the building, maybe, now that we're looking at the building. Okay, so I just wanted to say that this is the building where we built up the experiment. Mm-hmm. And we tested it in 2006. We That was really cool. Yeah, exactly. That was really, really challenging. Yeah, we just discovered the problem with our system as well. Yeah, but it was good that we did it above ground, Zoltan, because that way we could fix it much more easily. Yeah, exactly. And also, we could build it at the same time when the civil engineering works were ongoing underground. Mm-hmm. So we could save some time. Otherwise, we wouldn't have been able to ready by 2008. That. Yeah, it's lovely. Yeah. So maybe a question for all of the physicists. How many people do you share an office with? How many people do I share an office with? Well, usually 2 to 3. I mean, it's changed a little bit. At the beginning, when I was Toen ik een student was, was waarschijnlijk zaten we met 4 studenten samen in een klein kantoor. Daarna als dan postdoctoraal onderzoeker en nu als onderzoeker is het altijd een 2-3-tal mensen. Maar dus er zijn altijd een paar mensen wel in hetzelfde kantoor. En oké, we zitten ook heel vaak in labs en zo, waar je dan heel veel mensen samen zit. Zoals, ik werk op dit moment voor de GEMS en een van de grote gebouwen. En daar zitten we altijd met een 10-tal mensen, toch? Alles te samen. Maar wel in een grote bureau, natuurlijk. Ja, in een heel groot experimentele hal. Ja, exactly. But what concerns the real office is where we just go in and having a table and the chair. For example, my office I share with Noemi. But indeed, today, only one person is allowed to be there. Yeah. Op dit moment natuurlijk zijn de regels nog iets anders, want we moeten allemaal de COVID-regels volgen en je mag er maar 1 persoon zijn op elk moment. Safety first. Yeah. Oh, yes. Exactly. And then coffee second. Ja, dit is ook heel belangrijk. Dit is buiten aan de controlekamer zijn er dus 3 koffiemachines. Allee, of 5, afhankelijk van hoe je telt. Maar dus er wordt behoorlijk wat koffie geconsumeerd op CMS. We need an industrial service. Het is voor de shift leader een van de belangrijkste taken altijd, is om te zorgen dat er altijd voldoende koffie is. Ik was ooit shift leader en toen was de koffie op vrijdag nacht op. En we moesten nog een heel weekend nachtdiensten doen. En ik heb werkelijk degene die verantwoordelijk was uit zijn bed gebeld op zaterdagochtend om 8 uur om te zorgen dat er koffie zou komen. Ja. Dat is niet acceptabel. Zwaar. Seppe heeft een vraag over hoe het is om een onderzoeker te zijn. Ah, laat me zien. Waar staat? Onderste. Veel stress en prestatiedruk met zich meebrengt. Tja, ik denk dat het een beetje van afhangt ook in welk moment van je carrière je bent en zo. Ik denk dat er zo... Allee, er is altijd natuurlijk wel druk. Ook, dit is een duur experiment waar dat er heel veel resources in zijn. Dus je wil wel altijd zorgen dat alles werkt. En dus zijn er echt wel periodes als je een nieuwe detector aan het installeren bent of zo, dat er heel, heel veel druk is. En ook voor sommige conferenties en zo is er behoorlijk wat druk. En dan hangt er ook een beetje af van waar je bent in je carrière. Allee, als doctoraatstudent voel je minder druk, omdat je uiteindelijk als student bent en je bent aan het leren. En mensen begrijpen het ook als je zo af en toe een beetje, als het langer duurt en als je minder, dat soms het kan zijn dat je toch ook een deadline mist of zo. Ik denk als postdoctoraal onderzoeker gaat er stilaan meer en meer druk. Tegen het einde van je postdoctoraal contract heb je echt wel dat je het gevoel hebt dat er heel veel druk is, omdat je echt wil zorgen dat je een volgende contract en zo vastkrijgt. En dan hangt het er een beetje vanaf, eens je meer een permanente positie hebt, hangt het er denk ik grotendeels vanaf van hoe dat het funding systeem is in het land en zo. Er zijn bepaalde landen waar je een zekere base funding hebt die je bezighoudt. Er zijn andere landen waar je voortdurend
aan grants moet appliceren en voortdurend moet proberen geld vast te krijgen. En dan is dat de druk. Dus de druk verschilt gedeeltelijk een beetje. Zo de eerste jaren heb je misschien wel druk van de detector klaar te krijgen, de papers uit te krijgen. Als je ouder wordt, heeft het meer te maken met geld te krijgen, de groep te leiden, om te zorgen dat je eigenlijk het onderzoek kan doen wat je wel kan doen. Ben je het daarmee eens, Freya? Of... Ja, daar ben ik het wel mee eens. Het hangt inderdaad van een heleboel verschillende aspecten af. En ook inderdaad hoe je druk, wat je als druk ziet. Ja. Het is ook een taak van een baas, een manager, een prof, om te zorgen dat de jongere mensen genoeg tijd hebben en minder druk om hun werk te doen. En op het moment dat mensen veel druk voelen, vroeg in hun carrière, zie ik dat ook een deel als een falen van hun baas. Ja. Uiteindelijk, kijk, een professor is vergelijkbaar met iemand die een klein bedrijf runt. En mensen die een bedrijf runnen, die hebben ook best wel veel druk om te zorgen dat er genoeg geld is en genoeg geld binnenkomt. En dat iedereen zijn huur kan betalen. Dus dat hoort er inderdaad voor een deel natuurlijk wel bij. I see Haifa is back. Thank you so much for the tour, Haifa. Yeah, welcome. I hope you enjoyed. What the students should say. Zij mogen niet spreken, dus. Yeah, that's true. They're not allowed to talk. So maybe they can say in the chats or in the... I don't know what we prefer. So Ilse liked it. Yeah. I did not hear you, sorry. So some of the students said they liked it. Ah, very yes, good. Exactly. Very good. This is what you want. Yes, exactly. We get the thank you and the smiley. That's the very good. All right. So maybe we can answer. Well, there's only a few questions actually left. So we answered 67 questions, people. I'm very proud of you because the students were explicitly instructed that a virtual visit is only interesting if you have enough questions. So they took that very, very seriously. So I'm really happy with that. You did it very well, Freya. I think a few of the others we already also touched on. Yeah, exactly. So I'm trying to, maybe we can talk a bit about why the tunnels are a circular shape, because I actually don't know that either. Does anyone know? Do you know why the tunnels are circular? The tunnel is not circular. But the service tunnels. The service tunnels are a circular 3.5 meter diameter tunnel almost everywhere, except the detectors. This is very similar to the aperture of the London Metro. Okay. At least those ones, the first line, I think, the Victoria line. That's it. So this was done with the bore tunneling machine. Okay. So it probably has more to do with the bore tunneling machine that gets this shape. Exactly. In this stone, we have limestone and the molas. In this stone, this bore making machine can work. Mm-hmm. Well, the technology is very similar to a metro technology. Let's see. Maybe we can talk a bit about how we see quarks. Yeah. Okay. So you can actually. What is moeilijk is van met quarks te zien en zo is dat je de. Ja, je kan de individuele effecten zien van de quarks. Je kan nooit een quark helemaal alleen zien. Natuurlijk niet, want het is nooit helemaal alleen. Maar je kan wel bijvoorbeeld de manier waarop ze bijvoorbeeld gezien zijn. 40 jaar geleden en zo, is dat je bijvoorbeeld elektronen op protonen schiet en je probeert de charge centra te vinden. Dus je probeert te zien waar je dat geladen componenten eigenlijk zijn. En dus zo kan je dan eigenlijk zien dat er verschillende geladen componenten in zitten op verschillende plaatsen. En dus hebben ze zo de drie verschillende, in protonen bijvoorbeeld, drie verschillende componenten gezien en neutronen ook. En ze kunnen zelfs meten welke sterkte dat die hadden. En dit is eigenlijk de manier waarop dat individuele quarks op dat moment zijn gemeten en zo. Anders zien we die effecten, ook in bijvoorbeeld
quark gluon plasmas en zo heb je dat effect en minder sterk zijn tussen de verschillende quarks. En dus kan je effecten van individuele quarks misschien gedeeltelijk zien, ja. Maar ja, daar is het al zo'n soep dat het ja, ja. Dat je meer uit de collectiviteit ook weer ziet. Allee, ja. Het meeste effect die je daar ziet, zijn de collectief effect. Ja. Dus, due to the hadronization in our detector, in onze detector zien we de individuele quarks niet. Maar je kan wel natuurlijk ook weten dat er individuele botsingen van quarks en zo zijn gebeurd. En bijvoorbeeld dat je, allee, we weten hoe dat een topquark bijvoorbeeld decayt. Dus kunnen we zien dat er top-antitop geproduceerd is en dan vervallen is in andere deeltjes. Dus we kunnen natuurlijk de effecten en zo zien. Maar we zien niet het individuele topquark bijvoorbeeld. We kunnen geen individuele deeltjes echt meten zelf. But we can have a hint on mesons that containing B quarks, for example, because of the B decays a bit slower than. Yeah, dus we kunnen wel zulke zaken zien, zodat we bijvoorbeeld B quarks vervallen en een beetje trager dan de andere. En dus zien we dat die niet in het centrum van de detector beginnen, de sporen soms maar iets verder. En dat je dus gedeeltelijk die afstand kan gebruiken om te zien dat er een deeltje is geweest wat iets later pas is vervallen en zo. Dus we kunnen wel effecten zien van individuele quarks, maar ja, de metingen zelf zijn vrij moeilijk, ja. Quantum black holes. Ja. How would we create quantum black holes? Well, dus als je genoeg energie hebt, kan je ze toch sowieso creëren ook in de botsingen. In de protonen botsingen kan je quantum black holes creëren als er genoeg energie in gaat. Dus, als ze zouden bestaan, want we kijken ernaar en we hebben ze nog niet gezien. Nee, dat is waar. Ja. Dus het zou in principe mogelijk zijn. Ja, en dan om uit te leggen hoe dat dan toont dat het meer dan vier dimensies heeft. Ja, dat is dus, als je dan de theorie erop nagaat, dan moet dat het geval zijn om zo'n quantum black hole te kunnen creëren, moeten er meer dan vier dimensies zijn. En dus je kan dat wel uitrekenen. Maar... Er zijn ook andere theorieën die voorspellingen doen, bijvoorbeeld van meer z-deeltjes met hogere massa, die ook... alleen werken als er meerdere dimensies zijn. Mm-hmm. En die vraag om te zoeken naar meerdere dimensies is heel relevant, omdat we gaan weer terug naar het verhaal over snaartheorie. Snaartheorie werkt ook alleen maar in, ik geloof, zeven of meer dimensies. Ja. Dus je hebt sowieso, je hebt niet alleen supersymmetrie nodig, maar ook veel dimensies om snaartheorie te doen. Als ze wat zouden kunnen voorspellen, dan zouden we dat dus wel misschien kunnen meten. Maar dus op dit moment er zijn theorieën die afgeleid zijn van snaartheorie, maar niet snaartheorie zelf. Die zeg maar terug proberen te koppelen naar iets wat wel voorspellingen geeft. En een van de fysici die daar heel beroemd in is Lisa Randall. En die maken dus werkelijk voorspellingen van deeltjes die wij zouden kunnen zien bij de LHC. Maar ook die zijn dus tot nu toe nog niet gezien. Maar we hebben tot nu toe eigenlijk nog niet eens 5% van alle data genomen. Dus het kan nog, hè? Het kan nog. En we hebben ook nog niet in alle soort manieren gekeken. Dat is ook nog eens. Want de hoeveelheid data is iets, maar je zou wel verwachten dat je misschien stilaan een hint zou hebben. Als je op dezelfde manier zou kijken naar de volledige dataset, dat je stilaan begint een hint te krijgen. Maar het feit dan dat er ook nog altijd manieren zijn waarop we de detector kunnen gebruiken die we nog niet hebben gedaan, geeft ons nog veel meer mogelijkheden om misschien toch nog een ontdekking te doen. Allee, ik denk dat we nog allemaal hopen wel dat we nog iets nieuws ontdekken met de LHC. I mean, it's still our plan, right? To discover something new with the LHC. Yeah, this is what I told with the Santa Maria. We sail out and hope that we will find something new. Yeah. Exactly. So I think that one of the important things is that, the LHC is designed also, it's a marathon and not a sprint. So just because the thousands of papers that have come out up to now from Atlas and CMS, most of them are consistent with the standard model, and some of them are just measuring the standard model accurately, doesn't necessarily mean that there's nothing extra. It just means that
the signatures that we have looked at, which is really only, even with the thousands of different results, it's only a very small subset of all the possible signatures, as Peter already said. But on top of that, we also, some of these signatures and the predictions for those, they predict things that are really, really rare. And for that, we need a lot of collisions. And this is exactly why we're interested both in running at higher energy, because that makes rare things more easy to make, and then having as many collisions as possible. And gedeeltelijk ook hebben we soms, and sometimes we also have that we have new ideas, and that until now it could be that we haven't been saving the data, because we always have to make the selection of only the interesting events are saved to disk. And it can always be that until now we've not been selecting the right data already at this first level. And so, you know, like we're also continuously developing that. I mean, if we have new ideas about how new physics could look, we will improve these ways of selecting the events which we actually save to disk. And we try to, you know, also tune that on, you know, new suggestions that we have to make sure that, you know, we might be able to see something which we didn't see before. Because exactly, sometimes we have big gains there as well, that, you know, like we suddenly have a new way of accessing the data. I mean, yeah, and this is where these indirect measurements are really useful. A very good example is one of the other questions has to do with leptoquarks, right? So leptoquarks, we now look much more aggressively for those, because the fact that there are, for example, experiments like LHCb that hint that they might exist or maybe allow us to make better or more specific predictions, I would say, on what they would look like in an experiment like CMS. And without those, it's very difficult to look for them. But once you know sort of what to look for, it makes it much easier to make sure that you select that kind of collisions, because that's what the challenge is here. Because we throw away most of the collisions, it could be that we're throwing away something that is new, that we just throw away because we don't know it. Yeah. And by the way, one of the tricks we do that, we do take some random data where we don't make a decision. We just take a random collision. So if it was really extreme and unknown, we would have seen it probably there. Yeah. But if it's not, then that would be having those inputs really helps us to pin down and design both selections and also then after that analysis to really... look for those particles better. This was one of the reasons also why we actually had some feeling of like, you know, that we had to discover the Higgs boson or really disprove it at the LHC. Mm-hmm. Because we knew from like, you know, other measurements and stuff that it had to be within the range that the LHC would be sensitive to. And we also had some feeling for how we would be able to see it in different channels and everything and what would happen at different masses. And so all of this partly came also from, you know, other kinds of measurements which hinted towards the Higgs boson. And so we could actually use this. And so now we're trying to do the same, hopefully with like some of these precision measurements which give deviations. Definitely true that that it's much more difficult because there are so many predictions. Actually, my personal feeling was, don't need to share it. My personal feeling was that I wish that we disprove the Higgs, because it definitely would have been much more interesting. I totally And we would have also had new physics within reach, because we knew that it had to be within reach, which is also would have been an advantage. So let's see what else. So there's some other questions I'm trying to say. Well, let's maybe we can talk a bit of how what we decide to look at. So as long as we, as you can make your analysis with those thousand collisions that we record per second, in principle, you can look at it. Dus de vraag van Gijs over hoe beslis je wat er wordt onderzocht. In principe, als je eenmaal je lidmaatschapsgeld hebt betaald aan CMS en je hebt... en daar zit ook een deel tijd in, dus je moet helpen aan het onderhouden van het experiment, of kabels, of misschien shifts doen, of helpen aan nieuwe detectoren bouwen, zoals Pieter doet. Daarna krijg je toegang tot de data, en daar mag je in principe mee doen wat je zelf interessant vindt. Het is wel zo dat de meeste data, dat het heel moeilijk is om dat met één persoon te doen. Dus je moet eigenlijk wel in een team werken om dat goed werkend te krijgen.
En ja, we kijken, en er zijn denk ik twee soorten analyses. Er zijn mensen die kijken echt naar een theorie en proberen van daaruit te werken naar dan wat het signaal zou zijn. Maar er zijn ook mensen die proberen te kijken naar een specifiek signaal en niet zoveel aan een theorie vasthangen, maar proberen gewoon te kijken. Er is zelfs een model independent search die we doen. Die probeert overal een beetje te kijken om te zien of er ergens iets is wat niet overeenkomt met het standaardmodel. En dan zo ons misschien hinten kan geven van waar dat de nieuwe fysica kan zijn. Dus er zijn allerlei soorten zaken. En mijn favoriete verhaal van de model independent search was dat ze oorspronkelijk waren vergeten het Higgs-deeltje erin te zetten. En dat ze toen het Higgs-deeltje hadden gevonden. Dus het werkt. Dus... ja, did you get that, Eva? Not too much. Exactly. Yeah. I got an idea. Let's see. Deze hebben we al beantwoord. Whether we have focus on research in very long term. I mean, whether this is less focus, that's hard to answer, I think. I mean, gedeeltelijk denk ik dat dat wel natuurlijk waar is, dat er gedeeltelijk wel een beetje, ja, op kortere, dat er veel mensen zijn die proberen te publiceren op kortere termijn. Maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die, al langere termijn hier zijn en zo, en die ook een vast budget hebben en zo, die wel kunnen op ook zeer lange termijn onderzoek werken. Bijvoorbeeld, ik denk dat één voorbeeld is de CERN-groep over het algemeen, is dat CERN zelf heeft veel, zeker een vaste funding. Er zijn niet zo heel veel onderzoekers die direct voor CERN werken voor het experiment, maar die kunnen wel op een project kiezen waar ze heel lange termijn op gaan. En er is nu bijvoorbeeld een voorbeeld waar dat er weinig publicaties zijn geweest, maar dat zij al jaren op het werken zijn van een van de metingen die ze doen. Een andere, wat ook een, denk ik een nuttige opmerking is, is dat het natuurlijk zo is en in zo'n experiment is ongeveer 1/3 van de personen zijn studenten. Mm-hmm. 1/3 van de personen zijn wetenschappers, dus postdoctorale wetenschappers ongeveer. En de laatste 1/3 zijn mensen met een vast contract, zoals ik. En neem ik aan, zoals Pieter ook. Dus wij kunnen in principe best lange termijn projecten ook doen. En er zijn dingen waarvan we weten dat ze zo moeilijk zijn om te meten, dat je ze niet in de tijdschaal van een masterstudent of zelfs een doctoraatstudent kan doen. Het beroemde voorbeeld is de massa van het W-deeltje heel precies meten. Dat kost gewoon 10 jaar, maar het is wel heel belangrijk om te doen, dus dat gaan we ook doen. Ja. Maar dat wordt dus gedaan door andere mensen. Je probeert geen student daarop te zetten, want je wil niet dat een student bijvoorbeeld niet kan afstuderen omdat hij zijn analyse niet, of zij zijn analyse niet klaar heeft. Allee, je wil altijd zorgen dat studenten binnen de periode van een 2-3 jaar een analyse kunnen doen met de data en dus goed kunnen afstuderen. Allee. Hebben we het weer over de verantwoordelijkheid van prof om te zorgen dat studenten aan juist project werken. Wel, en daar zijn er ook altijd wel verschillen, want ja, ook daar... Ja, sommige proffen hebben er andere meningen over, dat is zeker waar. Ook het geld is anders, want sommige doctoraten zijn 3 jaar, en sommige gaan tot 6-7 jaar, dus ja, dat maakt ook natuurlijk een verschil. Het is in verschillende landen anders, hè, inderdaad. Ja. Een doctoraat in bijvoorbeeld Engeland, Duitsland of Frankrijk is 3 jaar. En Italië ook, volgens mij. In Nederland en België en de meeste Scandinavische landen is het 4 jaar. Ja. En in Amerika is het zo lang als het duurt. Ja, het is minstens 5 jaar. Dat weet Pieter, niet. Daar weet Pieter meer van, want die heeft zijn doctoraat uit de VS. Ja. Dus. Ik was op dat moment, ik had juist 5 jaar en ik was de snelste in de groep op dat moment. Want al de anderen waren 6-7 jaar, denk ik. Dus is het is niet abnormaal daar om iets langer te werken. Maar er is natuurlijk ook een verschil dat doctoraatstudenten in de VS starten met een bachelor. Dus er is nog minstens 1, soms 2 jaar echt lessen volgen die er zijn. Dus ja, die eigenlijk vergelijkbaar zijn met een mastersprogramma in België. Ja. En in sommige universiteiten krijg je dan ook een masters na die eerste 2 jaar. Dus ja, dat maakt natuurlijk ook wel een verschil. Let's see. Zullen we het hebben over Lepton Universality Violation, de LHCB?
Go ahead. Our outreach officer is going to explain it. I actually wrote a proposal talking about how science worked to measure this with CMS, and the European Union didn't give me my money. So I know quite a lot about it, but but unfortunately, I don't get to do it. So indeed. So Gijs heeft een vraag over hoe het zit dat beauty quarks, specifiek de transitie van beauty quark naar een S-quark en daarbij samen twee leptonen, dat die inderdaad niet 50-50 naar muonen of elektronen vervalt. Dat is correct, dat heeft LSCB gemeten en ze hebben 15% te weinig muonen gezien. Waarom dat zo is, weten we niet. Dat kan je verklaren door te zeggen dat er extra deeltjes zijn die op een of andere manier anders interageren met muonen als met elektronen. Of anders met S-quarks of met B-quarks. Of anders met de virtuele deeltjes die daar binnenin moeten zijn gevormd om dat te creëren. Maar wat daar precies aan de hand is, weten we niet. Je kan natuurlijk ook zeggen, misschien moet het wel helemaal niet 50-50 zijn en is het standaardmodel gewoon fout. Maar dat is een, denk ik, wat kleinere kans. Want wij zien wel in alle andere botsingen dat we daar wel allemaal 50-50 zien. Een van de dingen die nu dus heel belangrijk is, is om ten eerste om het ook voor de derde lepton te meten, dus voor Taus. En ten tweede dat ook andere experimenten dat gaan meten. Ja, en ook de precisie, want we zitten op dit moment aan nog altijd één kans op, ja, 1000 ongeveer, dat het kan, iets kleiner dan 1000, dat het kan een fluctuatie zijn, dat het kan toeval zijn. Dus het is nog altijd mogelijk dat het toeval is, het is niet waarschijnlijk. Maar het is mogelijk. Maar we hebben het inderdaad over duizenden resultaten die er van zo'n versneller komen. Hè? Dus dan is 1 op 1000 nog steeds mogelijk. Ja. En dus dat, zo moet je dat ook wel echt zien. Het is zeker dat LSCB-resultaat en het resultaat van G-2, wat morgen uitkomt, zijn allebei gevoelig voor extra deeltjes die je enkel via de virtuele, als virtueel deeltje kan zien. En dat is wel is natuurlijk wel heel leuk. Mm-hmm. Want dat betekent dat als die deeltjes virtueel bestaan, dan moeten ze ook uiteindelijk in de botsingen van de LSC worden gemaakt. En dan kunnen wij ze hopelijk dus zien met CMS. Want CMS is echt een detector die meer is gemaakt om deeltjes direct te zien dan om die virtuele processen en die hele precieze metingen te doen. Maar het kan dus wel, alleen het is voor ons wat ingewikkelder. Ja, en er zijn ook, en het hangt er ook een beetje vanaf wat je precies naar kijkt. Er zijn bepaalde processen die we wel nog heel precies kunnen meten, en andere processen is het moeilijker. Ja. Dus we hebben onze eigen sterktes en zwaktes in CMS. Zelfs het verschil tussen Atlas en CMS is dat sommige dingen Atlas beter is en CMS andere dingen. En LSCB is dus weer heel goed in bepaalde dingen, maar bijvoorbeeld LSCB, als je die vraagt om het Z-deeltje te meten, dan dat vinden ze heel ingewikkeld. Terwijl voor ons die gooien weg, die zitten niet bij onze 1000 events, want die zijn saai. Dat is, dus dat varieert heel erg wat je mee kan doen. Maar er wordt zeker over nagedacht hoe wij dat ook kunnen doen, of hoe we LSCB kunnen crosschecken, of hoe we de voorspellingen die mensen doen aan de hand van die data van LSCB, of wij daar de consequenties van zouden kunnen zien. Want dat is veel meer waar CMS voor gebouwd is. En het belangrijke is, een van de deeltjes die LSCB voorspelt is extra Z-deeltjes. En daar wordt in België veel aan gewerkt, bijvoorbeeld. Ja. En ULB. De ULB, precies. Deze hadden we volgens mij beantwoord. Ja. Hetzelfde vraag over leptoquarks eigenlijk. Hè? Die hadden we dus ook al. Dat is eigenlijk precies hetzelfde antwoord. Hè? Leptoquarks inderdaad, die Z' van LSCB, die komen allemaal, die horen allemaal bij elkaar. Het zijn allemaal verschillende interpretaties van die lepton universality violation results van LSCB. En daar kan je dus werken. Dat geeft ook al aan dat zelfs als je dus iets ziet ergens, dat er nog steeds verschillende voorspellingen kunnen zijn van wat het dan, waardoor dat komt. En dat is precies wat Zoltan eerder zei, dat we eigenlijk een hele slechte kaart hebben op dit moment om te weten waar we naar zoeken. En dat het echt aan het experiment is nu om zeg maar te kijken waar je werkelijk nieuwe deeltjes ziet. Maar we proberen dus alle avenues open te houden, precies daarom. Ja. Wat is de belangrijkste ontdekking geweest? Ja, ik denk
Since the ontstaan van CERN. Oh, ja. Yeah. Sinds het ontstaan van CERN. Dat is moeilijk. Er zijn zoveel ontdekkingen geweest op CERN. Neutrale stromen, Z-deeltjes, W-deeltjes zijn ontdekt op CERN. De quarks, gluonen, misschien niet. Één van de quarks, maar allemaal bijna niet. Hè? Die zijn, nee. De gluonen en quarks zijn ontdekt, is Daisy en de verschillende quarks, voornamelijk in de VS. Ja, quarks in de VS, ja. Well, ik denk dat vooral met de electric forces, dat er eerst de neutrale stromen en dan het W- en Z-boson zijn eigenlijk gezien op CERN. Maar ik denk dat de neutrale stromen misschien nog meer... onverwacht waren op dat moment. Dat er op dat moment nog maar minder... trouwens ook een hele beroemde bijdrage van de groep in Brussel van was. Want die botsingen, die werden toen nog werden de foto's gemaakt van bellevaten. En die foto's werden werkelijk in Brussel geanalyseerd. Dus die kan je werkelijk, die foto's op een, zeg maar, een glazen plaat, die kan je nog steeds zien in het IHC, vlakbij, om de hoek bij waar de VUB-studenten altijd les krijgen in die afschuwelijke zaal 1G003. We zijn ondertussen bijna door de vragen heen. Zijn er defecten en reserveonderdelen? Ja, natuurlijk zijn er defecten en er zijn ook wel een paar reserveonderdelen. Er zijn niet zo heel... ik denk dat er voor bepaalde zaken is het niet zo gemakkelijk om te vervangen, maar er zijn andere zaken die we wel gemakkelijk kunnen vervangen. Ja. Bijvoorbeeld elektronica en zo wordt regelmatig... dat wordt wel vervangen en er gebeuren wel echt zaken. En er zijn, bijvoorbeeld, vorig jaar hadden we een probleem met het binnenste laag van onze sporenkamer, dat er ergens, dat het gedeeltelijk kapot ging, dat er een probleem was met hoe dat op straling reageerde en zo, de elektronica. En dan hebben mensen een onderzoek gedaan en zijn ze te weten gekomen hoe dat ze het konden repareren en is dat ook gerepareerd. Een heleboel van onze elektronica is ook op afstand herprogrammeerbaar. Ja. Dat is wel nuttig om te weten. Dus dat betekent dat je de instellingen kan veranderen, zodat het bijvoorbeeld niet meer zo stralingsgevoelig is. Ja. En dat is in dat geval toen ook gebeurd. Ja. Ja. Bijvoorbeeld kan nieuwe firmware en zo installeren, zelfs van op afstand. Ja. Het enige wat, zoals Zoltan ook al zei, echt niet te vervangen is, is de magneet. Ja. Dat is, als die stuk gaat, hebben we een serieus probleem. De rest is bijna allemaal op een of andere manier te vervangen. En bijna voor alles, niet altijd gemakkelijk, hè, maar het kan wel allemaal. En we hebben voor de meeste detectoren, in ieder geval voor het gedeelte waar we gemakkelijk bij kunnen, dus extra kabels en dat soort dingen, hebben we extra detectoren die dat eventueel zouden kunnen vervangen. Maar iets wat helemaal in het midden zit van de detector bijvoorbeeld, daar kan je helemaal niet zo goed bij, dus dat zit er gewoon. Nou, het is wel heel vaak zo dat er twee kabels zijn aangesloten. Dus als even de twee niet werkt, dan kan je de andere nog gebruiken. Dat was het. 80 questions. 80 questions. I'm really proud of you guys. As we are over time, I think, I would really like to thank Zoltan and Haifa and Normie, who is, I guess, still hiding around the corner. Thanks, yeah, exactly. Normie. She doesn't hear you, but... She's there. Thanks. And the students also thank you. I see that's everywhere. We got lots of chat. Yeah, messages. Exactly. Wonderful. And what I recommend is that we will. I don't know. You guys want to close? I think it's up to you. You probably need to close. I can close. Wrap up. All right. So thanks very much. It was my pleasure and our pleasure to be with you today. And I hope we continue it pretty soon. Yeah. Okay. Tot ziens. Ciao. Bye-bye. Ciao. Bye-bye. Ciao. Bye-bye. 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 Thanks. Bye-bye.